Als er geen testament is, wordt de erfenis verdeeld volgens de wet. Maar hoe werkt dat? De geregistreerde partner of echtgenoot krijgt de erfenis als eerste in handen. Daarnaast hebben ook eigen kinderen recht op een deel van de erfenis, maar alleen op papier in de vorm van een vordering. Als er geen partner of echtgenoot is en er zijn ook geen kinderen of kleinkinderen, dan komt de volgende groep erfgenamen in beeld: ouders, broers en zussen. Als zij niet meer leven, nemen hun afstammelingen hun plaats in. Dit heet plaatsvervulling. Als er ook geen neven en nichten zijn, gaat de erfenis naar de volgende groep. Dat zijn de grootouders. En ook hier geldt, als ze niet meer leven, worden hun afstammelingen erfgenaam. Zo komen dus ook achterneven en nichten in beeld. Zijn er ook in de voorgaande groep geen levende erfgenamen, dan komt de laatste groep in beeld, overgrootouders en hun afstammelingen. Zijn er geen levende erfgenamen, dan vervalt de erfenis aan de staat der Nederlanden.